te horen dat met uw mini-bedrijfje zo goed gaat. Alleen hoop ik dat de firma Sanitechniek de nieuwe marktsituatie zal aankunnen. Maakt u daar maar niet ongerust over, Luxke. Het zal er niet makkelijker op worden, want nu ik de firma Verkammen volledig alleen beheer, zal de concurrentie bikkelhard worden. Gezondheid. Alleen? In de bak, zeker. Pretentieuze zot. Dus dan kan het altijd. Dat is een goed begin van een goed jaar. Ja, wij zijn in elk geval goed begonnen. Dat kunnen we van Marianne niet zeggen, natuurlijk. Marianne, wat is er? Is er iets? Is er iets gebeurd? Allee, weten jullie dat nog niet? Wat? Maar Marianne die is opgepakt in Italië voor fraude. Man. Mijn deur laten openstaan. Johan? Zoekte jij iets? Nee. Ja, maar... Wat denk jij dat jij hier aan het doen bent? Ik kan het allemaal uitleggen. Ah, je zit daar. Natuurlijk. In België zij zeggen, vroeg begonnen is half gewonnen. Nee, goed begonnen is half gewonnen. Dat zeggen ze in België. Ah. Heb ik al een gelukkige nieuwjaar geweest? Nee. Een gelukkige nieuwjaar. En dat deze jaar nog beter mag zijn dan vorig jaar. Oké? Dank je. Steeds liever vegan of vego rocco. Ja, dat doe ik. Dat doe ik. We zijn in ieder geval al goed begonnen deze jaar. Ik hoop en ik wens dat voor mij dit jaar papieren zijn oké. Ja. En dat ik krijg echte contract hier bij Sanitair Bommans. Ah wel, dat hoop ik ook. Waar is Leontien? Leontien? Ik denk dat die nog met een ferme kater in haar nest ligt. Met wie? Niet met wie, met wat. Met een kater, een ferme kater. Te veel gezopen. Ah, Leontien. Ja, we zijn er gisteren eens goed ingevlogen. Gevlogen? Ja, een feestje. Eten en drinken, verstaan we dat niet? Ah ja, tuurlijk. Ja. En nu zij is een beetje ziek. Ja, zo zou je het kunnen noemen. Ja, dat is normaal, hè. Vrouwen kunnen niet zo goed tegen drank als mannen. Hè. Ja, maar speelt geen rol. Ik weet wat we naartoe moeten voor de eerste job. Dus, kom aan, we gaan ons eens gaan verdienen, hè, voor 2002. Ja. Allee. Wel? Ik wacht. Ik wou even langskomen. Ik heb op de deur geklopt en ik hoorde niks. En ik wou weggaan en toen voelde ik dat de deur niet op slot was. Maar natuurlijk was ze niet op slot. Ik was even naar beneden om een paar eieren te gaan halen. Oh ja, en toen ben ik binnengekomen. Omdat ik dacht, misschien is ze wel hier, maar heeft ze me niet gehoord. Ah. En toen dacht ik, zal eens even zien of er geld in haar portemonnee zit. En als het meevalt... Oh nee. Luister, Jenny. Ik wou geld komen lenen. Ja? En aangezien dat jij er niet waard, kon ik het niet vragen. En dan dacht ik, ja, ik pak een beetje geld en ik zal dat later dan wel terugbetalen. En zo eens even naar beneden gaan zien of dat ik niet daar was, dat kon niet. Nou, daar heb ik niet aan gedacht. Nee, dat zal wel niet. Er is niks weg. Kan ook niet, hè. Ik was op tijd terug. Lef heb jij, hè? Jenny. Je bent een dief, Johan. Ik zou het echt terugbetalen. Ik geloof je niet. En voor wat heb jij zo ineens dringend geld nodig? Zeg, dat is. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is tegen u. Zevert niet, hè. Wat, mij eerst in de steek laten, dan een beetje komen slijmen, dat pakt niet bij mij. Maar in de steek. Ik heb u toch niet in de steek gelaten. Ik wil daar weer niet beginnen over zagen, hè. Maar wie moest er per se alleen uitgaan met nieuwjaar, zonder mij? En wie lag er zat in zijn bed? Mocht godverdomme alleen gaan eten bij Jenny en Dre. Maar ja, vind jij niet erg, hè. Maar we hebben nog de ganse maand om te gaan wensen.
Daar gaat het mij niet om, Sinne. Jij doet gewoon waar jij zin in hebt. En je houdt geen klote rekening met mij. Marie. Kijk, wat gebeurd is, is gebeurd. Hè? Het is maar één keer nieuwjaar, dan mag de mens toch eens gaan vieren. Dat... Ah ja, en ik mag daar niks op zeggen. Is dat? Goedemorgen. Goedemorgen. Morgen, Jori. Goed geslapen, jongen? Ja, absoluut. Merci. Ik heb goed geslapen. En iets nieuws of zo onder de zon? Ja, absoluut. Maar als ze dat niet interesseert, dan... Klank! Ja. Wat goed nieuws? Hier, ze. Een pakje voor het zonnetje in huis van een zekere Isabel, u wel bekend. Dat zijn de foto's. Dat van eerst keer juist. Ja, ze vond dat je heel goed opstond. Maar ja, smaak en kleur en zo. Hier. Allee, allee. Heeft ze nog iets gezegd? Oh ja, van alles. Allee, wat? Oh ja, oké. Okay. Ze gaat vandaag er nog mee naar een klant en ze is er vrij zeker van dat je nog werk zult hebben. Is het goed? Ja. Dat ga je toch niet aannemen? Dat ga je toch niet aannemen? Waarom niet als ik de kans krijg? Jori, zeg ook eens iets? Oeh, jij wilt ook dat dat gaat doen, of wat? Wat wil je nu dat ik zeg? Je is toch niet van gedachten aan het veranderen, hè? Wat moet ik nu doen? Je moet hem dat uit zijn hoofd klappen en zeggen dat hij moeilijkheden gaat hebben met die Isabel. Dat zal toch niet zo gemakkelijk zijn? Waarom? Vertel hem nog maar eens wat je allemaal meegemaakt hebt met die trut. Dat weet ik, het is dat niet. Zeg. Maar ik kan hem toch moeilijk iets uit zijn kop klappen wat ik zelf van plan ben. Wat dacht jij wat? Isabel heeft mij gisteren een job aangeboden als assistent in haar bureau. Ik heb dat toegezegd. Ik wou ik gewoon boodschappen gaan doen. Boodschappen? Ik had die direct nodig. Je kon niet wachten tot ik terug was. Nee. Het is nog maar 8:30, zinne. De winkels zijn nog niet open. Ik wist niet dat het nog zo vroeg was. Johan. Jij hebt gewoon zitten wachten tot ik weg was. Jij wou dat geld pikken. Dat is niet waar, hè? Weet jij dat ik met u begon in te zitten? Weet jij dat? Godverdomme. Ik zou hem moeten aangeven bij de police. Oh, Jenny, nee. Je verdient niet beter. Jenny, alstublieft, geen flikken. Ik bedoel, als ze mij in een bak steken, dan ga ik er zeker aan. Maar ik zal u niet aangeven, zeg. Bedankt. Niet voor u. Voor de Dree. Ik wil hem dat besparen. Maar zeg maar zeker dat ik het hem zal zeggen, hè, Johan. En als het aan mij ligt, dan vliegde jij hier direct buiten. Maar Jenny... En hoe rapper, hoe liever. Het is hier geen opvangtehuis voor criminelen. Maar dit is allemaal een misverstand. Och, Johanneke toch. Ik heb met een alcoholist samengeleefd. Ik ken het verschil tussen misverstanden en achterbaksgedoe om aan drank te geraken. Ik ken dat. Maar laat het me nu eens godsnaam uitleggen. Nee, Johan, er is niks niet meer uit te leggen. Niks niet meer. De Dree vertrouwde nu en ik begon dat ook te doen. En jij hebt dat vertrouwen naar de kloten gedaan. Kom aan, jong, trap het af. Ik wil je niet meer zien. Zeg, Marie, wat heb je eigenlijk tegen Isabel? Ja, maar leg me dat eens uit. Van de Jury kan ik dat begrijpen, alles wat er gebeurd is. Maar jij, hè? Allee, kom, vertel het mij eens. Ik snap het niet, hè. Anders zou ik het niet vragen. Uit solidariteit. Oh. Ja? Uit solidariteit. Ja, uit solidariteit. Ik voel mee met u en met Jury. De Jury is van gedacht veranderd. Dan moet je niet solidair blijven. Minuut, papillon. Ik ben niet van gedacht veranderd, hè. Isabel die geeft mij de kans om geld te verdienen en ik kan ondertussen mijn studies blijven doen, maar voor de rest moet ik van dat mens niks hebben. Schoon principes heb je, zo. Hé, hey, joh. Van principes alleen kun je niet leven, hè. Allee. Ik ga werken. Salut. Pfff.
Kijk. Ik wist het dat het niet lang zou duren voor je hier voor mijn neus zou staan. Koffie. Waarom niet? En nog altijd zwart en één klontje. Niks aan veranderd? Niks aan veranderd. Some things never change. Daar zou ik maar niet te zeker van zijn, Luxke. En wat brengt er u naar hier? Business of pleasure? Business, Luxke. Met u alleen nog puur een business. Oké. Je liet er gisteravond niet veel twijfel over bestaan dat je Marianne had kunnen dumpen. Dat heb je zeer goed verstaan. Wat Verkamme betreft behoort Marianne Bastiaans immers tot de VVT. De voltooid verleden tijd. En dat is maar goed ook. Dat is rapper dan ik had gedacht. Mm-hmm. En het zou mij de zeerste verbazen, hè. Moest ze überhaupt ooit nog zin krijgen om zich in het zakenleven te storten. Ah, Veronique, kom binnen. Ja. Ik ga zitten, alstublieft. Dank je. En, hoe gaat het ermee? Ah, het is lang geleden dat ik me nog zo goed heb gevoeld. Ah, het zal misschien zijn omdat ik nu iets ga doen dat ik echt heel graag zal doen. Ah, wel, dat hoor ik graag, zeg. Ja. Het zal echt een nieuwe start zijn voor mij. Eindelijk is mijn eigen leven leiden, hè. Maar wel, dat lijkt mij een prima voornemen. Ja. Zeg, Dree, waarvoor dat kwam, hè? Ik wil u niet opjagen, maar ik wou misschien of dat test al klaar is. Of... Ah ja. Ja, dat ligt er klaar. Kijk. Ik heb al die papieren ingevuld en ik heb gezegd dat ik ze zelf zou bezorgen. Dus... Ah ja, maar dat is niet nodig, hè, want ik heb straks een afspraak bij Kind en Gezin en ik zou dat wel kunnen meenemen. Natuurlijk, dat kan ook natuurlijk. Ja, wel, dat is tof. Voilà. Hoeveel is mijn schuld? Nee, laat maar zitten. Niks? Amai, dat is heel lief. Wat ik nog kan doen, is u heel veel succes wensen met uw nieuwe job. Ah, dat zal geen probleem zijn, hè. Met uw steun lukt dat allemaal. Het is te hopen. Zeg, succes ermee. Dank je wel. Proficiat, Luxke. Proficiat? Hoe proficiat? Ik heb toch niks gedaan? Doet u maar niet onnozeler voor dan je zei. Enfin, Leontine Marianne is in Italië opgepakt wegens fraude. Naar het schijnt zit Salieri Italië met een put van tientallen miljoenen. En daar moet Marianne voor opdraaien? Meer dan waarschijnlijk. Zij is de zaakvoerder. Je hebt het heel slim gespeeld, Luc. Ik heb niks gespeeld, Leontine. Helemaal niks gespeeld. Ik heb er geen flauw idee van met wie Marianne deals sluit. En nog veel minder welke risico's dat ze neemt. En dat moet ik geloven. Ja, natuurlijk. Waarom niet? Is het niet een beetje toevallig dat dat allemaal juist gebeurt op het moment dat er een zekere Patrick de Rijke in de buurt rondhangt? Ja, dat was gewoon toeval, ja. Oh, kom aan, Luc, geef het toch toe. Jij en Patrick hebben Marianne in de val gelokt. Hé, dat zijn uw woorden, hè. Ik pleit onschuldig. Heel geloofwaardig. Zeg, ik dacht dat jij gekomen was om zaken te doen. Wel, als het ooit zover komt dat ik met u zaken wil doen, Luxke, dan zul jij de eerste zijn om dat te horen. Bedankt voor de koffie en voor de leerzame babbel. Ciao, ciao. Voilà. Ik zit er weer op voor vandaag. Hey. Dag, madame van den dokter. Mwah. En heeft mijn wonderdokter al zijn patiëntjes kunnen genezen vandaag? Ja, bijna al mijn patiëntjes. En bijna allemaal. Ah, dan is het goed. Allee. Ik ben in elk geval heel tevreden met die nieuwe regeling. Ah ja? Ja, want zo'n dokterspraktijk runnen met drie, dat maakt het in elk geval heel wat minder zwaar. Dat kan ik heel goed geloven. Mm. Valérie heeft nu consultaties, zeker? Ja, en Anne is op huisbezoek, dus ik vind dat een schitterende regeling. Ja. Ik geef mij in elk geval veel meer tijd om nu eens aan Johan te gaan denken. Daar moeten we het wel eens over hebben, Dree. Ja, kom aan, Jeannie, kom. Ik dacht dat dat toch definitief geregeld was, hè, tussen ons. Dreeke, er is iets gebeurd vandaag. Iets dat ik niet kan laten passeren. Ja, maar wat dan?
We kunnen die Johan niet vertrouwen, hè? Echt niet. Nee? Nee, hè? Dan zult je me toch een heel ernstige reden moeten geven waarom niet. Ah, wel, die heb ik. Ik heb hem betrapt in het appartement. Hij was geld aan het pikken. Eigenlijk was ik naar hier gekomen om dokter Van Goetem te spreken. Ah, dat is een groepspraktijk. Wij wisselen elkaar af. Ik ben dokter Wijndalen. Ja, natuurlijk. Ik ben Marian Daas van Kind en Gezin. Ah. Ja, dokter Van Goetem die had een attest afgeleverd in verband met een kandidaat onthaalmoeder. Maar ik had daar toch nog graag een woordje uitleg over gehad. Vraagt u maar. Ah, u hebt er met dokter Van Goetem over gesproken. Ja. Dus u weet over wie het gaat? Over Veronique van Zevenhand, neem ik aan. Ja, wij hebben hier ook niet zoveel kandidaat onthaalmoeders. Nee, dat neem ik aan. Ja, ja, dokter Van Goetem heeft met mij het dossier besproken. Ik denk wel dat ik u kan verder helpen, hoor. Ah. Enfin, Jenny, dat kan toch niet? Je moet u vergist hebben. Zeg, Dreekje, ik ken mijn portemonnee wel, hè. Ja, maar misschien is hij naar boven gekomen om iets te zoeken om te eten. Of misschien wou wij hier op ons wachten tot wij ook binnen waren. Ja, maar hij had mijn portemonnee in zijn hand. Zijn hand stak erin. Maar van, hoeveel bewijzen wilde jij nog meer, maar van, Jenny, dat kan toch niet? Waarom zou hij zoiets doen? Ja, waarom, denkt hij? Je had geld nodig voor drank te kopen, natuurlijk. Ik kan hem moeilijk in ons gezicht vragen, hè? Dat is niet waar, hè. Zeg dat het niet waar is, hè? Ja, Dree, het is wel waar. Ik had ook gehoopt hè, dat hij Johan terug op het rechte pad zou geraken. Maar het is nu niet. De feiten zijn anders. En daar uw ogen voor dicht doen, dat helpt niet. Nou, wat hij mij beloofd heeft? Nou, al wat ik verdomme voor hem gedaan heb? Ja, maar het is en blijft een alcoholist, hè? Zeg, wat deed jij allemaal niet uitgespookt toen je onder invloed waard? En dan had jij nog familie die u kon opvangen, die u wou opvangen. Hoe ben je toch zo stom kunnen zijn? Zo stom, hè? Nee, niet stom. Helemaal niet stom. Te vol vertrouwen. Wat is het? Denkt je dat hij terug drinkt? Terug? Ik twijfel eraan of dat hem ooit gestopt is, jong. Ik heb toch nog enkele vraagjes bij deze lijst. Vraagt u maar. Ik zie dat in de familie van Veronique geen ernstige erfelijke afwijkingen voorkomen. Zij is de eerste met schizofrenie, hè? Dat klopt, ja. Maar dat is onder controle. Zij neemt heel stipt haar medicatie en de symptomen blijven inderdaad uit, ja. Ja. En zij heeft alle mogelijke inentingen gehad, zelfs tegen hepatitis. En ze is ook maar één keertje geopereerd. Ze heeft een baarmoederverwijdering ondergaan, ja. Maar dat is ondertussen meer dan een jaar geleden. Daar gaat ze toch wel volledig van hersteld zijn. Fysiek is alles zo goed als in orde, ja. Ik ken Veronique vrij goed. Zij is zo goed als mijn schoonzuster. Dus ik kan u ook eigenlijk de persoonlijke kant van de zaak wel toelichten. Ja? Haar broer en ik, we hebben een kindje. Dus wij wonen ook al geruime tijd onder hetzelfde dak. Ah, en Veronique zorgt voor dat kindje als het nodig is. Ook als het niet nodig is. Hoe bedoelt u dat precies? Dit is vertrouwelijk, mevrouw Dazen, maar ik persoonlijk, ik denk niet dat Veronique een goede onthaalmoeder is. Dat had ik van hem toch niet gedacht. En mijn dag was zo goed begonnen, hè? Trek het u nu niet te hard aan, is zeg. Nou, wat ik voor hem gedaan heb, gaat hij toch wel mijn vrouw bestelen, zeker? Ja, het is niet plezant, ik weet het. Maar jij kunt daar niks aan doen, Dree. Jij hebt je best gedaan. Maar ik heb blijkbaar niet genoeg mijn best gedaan dan. Ja, Dreekje. Maar je weet toch beter dan wie ook hoe moeilijk het is om een alcoholist van een drank af te houden, hè? Zeker als hem zelf niet wilt, is dat een onbegonnen zaak, dat weet jij toch? Ja, en wat moet ik nu doen, denkt je? Voor mij is hem te ver gegaan. Hij heeft meer dan genoeg kansen gehad, vind ik. Maar nou, vind ik ook. Ik kan u geen ongelijk geven. Maar voor ik iets beslis, wil ik toch eerst eens met hem gaan praten. Hij gaat u weer van alles voorliegen, hè? Dree, alsjeblieft, wacht ook beslist, hè. Denk eraan dat u mij fameus bedrogen heeft, hè. Ik zal eraan denken. Dat is beloofd. Voilà, alsjeblieft. Dank u. Hey, Dree? Hallo, dag. Veronique. Mag ik een koffietje aan je alsjeblieft? Ja, tuurlijk. Ik ben bij Kind en Gezin langs geweest, hè. En ze waren heel tevreden over dat wat is. Dus ik zal waarschijnlijk heel vlug kunnen beginnen
Want er is een groot tekort aan onthaalmoeders. Dus... Ja. Nee. Het is van mij. Ik trek deze. Ah. Okay. Het zou misschien wel kunnen dat ze nog contact opnemen. Om een paar vraagjes te stellen. Oh, laat ze maar komen. Dat is geen probleem. Veronique, kun je Rosa even gaan helpen? Ja. Huh? Nu dat ik daar nog tijd voor heb, toch? Ja. Ze pakt dat serieus op, hè, die kinderopvang. Ja, ik heb nodig van wel, hè. Zeg, wilt je mij de rekening voor Johan smaken, alsjeblieft? Ah ja, natuurlijk vertrekt hem dan vandaag. Dat weet ik niet. Maar ik heb besloten dat ik vanaf vandaag niet langer meer borg voor hem sta. Dus als je mij de rekening wilt geven... Ja. En zo begrijpt u waarschijnlijk ook mijn twijfels bij de geschiktheid van Veronique. Ja. Uw informatie werpt natuurlijk een totaal nieuw licht op de zaak. Hè? Ik wil Veronique haar plannen niet dwarsbomen, maar ik vond het wel mijn plicht om het u te vertellen. Ja, natuurlijk. En ik dank u ook voor uw openhartigheid. Wat gebeurt er nu eigenlijk verder? Ja, ik zal die kwestie eerst met mijn collega's moeten bespreken. Maar uw informatie gaat dat gesprek beïnvloeden. Hè? Maakt ze nog een kans? Ja, misschien wel, want er is eigenlijk een enorm tekort aan onthaalmoeders. Maar er zal een bijkomend onderzoek worden gevraagd. Ja. Kom op binnen, Dre. Ik verwachtte nu al. Ah, is waar? Ja, natuurlijk. Ik wist wel dat je nu naar hier zou sturen. Dat een stom voorvalken van deze morgen. Jij noemt dat een stom voorvalken. Ja, ik noem dat een stom voorvalken. Er was niks aan de hand. Maar ja, Jenny zal weer al dik overdreven hebben. Is dat zo? Zoals alle vrouwen, ja. Wilt je daarmee zeggen dat Jenny u niet betrapt heeft met haar portemonnee in uw handen? Oh, betrapt. Bij u klinkt alsof ik een zware crimineel ben. Maar goed, ik zal het anders formuleren. Zeg je niet van plan geweest om geld te stelen van Jenny? Nee. En nog eens nee. Voor de zoveelste keer, ik wou geld lenen en het dan terugbrengen. Zou het dan niet veel eenvoudiger geweest zijn om gewoon geld te vragen? Maar dat heb ik Jenny ook proberen uit te leggen. Ik zou het geld terugleggen. Of dacht je misschien dat ik het van de daken ging schrijven dat ik in geldnood zit? Ja, wel, dat is dan spijtig, hè? Oh, wat is er nu weer spijtig? Het is spijtig dat je niet met een betere uitleg voor de proppen komt. Maar ik weet nu eigenlijk dat Jenny overschot van gelijk heeft. Het was geen goed idee, Johan, om u hier binnen te halen. Zo rap gaat dat dus, hè? De cafébazin piept en Dreke springt. Ik wou u alleen maar de kans geven om op een menselijke manier af te kicken, omdat ik weet dat je een hekel hebt aan het ziekenhuis. Maar dat gaat niet als je niet zelf meewerkt. En zeker niet als je achter mijn rug geld gaat stelen om drank mee te gaan kopen. Maar dat is niet waar, jong! Ik zweer het! Ik geloof u niet. Nee, ik geloof u niet. Ik heb zelf veel te veel meegemaakt en ik heb zelf veel te veel uitgespookt ook. Ik kom aan, Dre. Geef me nog één kans. Eén. Nee, is gedaan. En ik zou het geweldig appreciëren moest je ervoor zorgen dat je er zo rap mogelijk buiten bent.